Voor 10 seconden, Freek Vonk werd dit jaar lelijk gebeten tijdens de opname voor zijn programma. Ik sta volledig achter de haai. Je moet je voorstellen dat je daar rustig aan het zwemmen bent als haai. En dan ineens komt die zenuwleier. Die zwemt je waterige universum binnen met een camera en allerlei andere lawaaitrapperij. Ik vond het een volkomen begrijpelijke reactie. Ik had nog iets meer doorgebeten als haai. Punt gemaakt. Maarten, heb jij er nog over gebogen, over het Koningslied? Nee, maar ik heb er een hele positieve interpretatie van. Het was natuurlijk een onbeschrijfelijk klotenlied. Dat viel ook te verwachten, gezien de wijze waarop het tot stand is gekomen. Maar het leuke van het lied was dat het allemaal enorm goed bedoeld was door dat comité. En dat vervolgens iets gebeurde wat heel karakteristiek is voor Nederland. Namelijk dat de hele natie begon met op volstrekt infantiele wijze ruzie te maken over dat totaal betekenisloze lied. En daar heb ik mij enorm mee geamuseerd. Hoe meer herrie en ruzie, hoe beter. Want dat betekent dat er een zeker leven in de brouwerij zit. Hè? Wie vond het hier op de tribune een leuk lied? Wie heeft het thuis veel gezongen? Daar zit een mevrouw, die vond het een leuk lied. Eruit. U heeft het veel gezongen thuis. Ja? En straks in de pauze, we hebben allerlei pauzes nog, kunt u het dan even... Oké, nou, daar verheug ik me op. Nou. En moet u ruzie maken aan de andere kant. Hè? Moet u zeggen, oh, klote lied. Ben je klaar, Maarten? Ja, het is uit de hand gelopen, sorry. Ik heb nooit iets met dansen gehad. Niemand wou ook met mij dansen. Ah, kipstieken met je gedanst. Je moest vroeger op dansles, dat hoeft tegenwoordig niet meer, want je kunt gewoon een beetje willekeurig op en neer schudden. Dat is dansen tegenwoordig. En dat is een hele positieve ontwikkeling overigens. Maar vroeger moest je al de Engelse wals en het, van alles en nog wat moest je leren. En ik weet wel dat ik ergens halverwege de 30 en de 40 plotseling een soort openbaring had. En dat ik dacht, ik hoef nooit meer te dansen. En dat heeft vanaf dat moment een zonnetje in mijn leven laten schijnen. Maar je moest ook, als je een meisje ten dans vroeg, moest je dat ook heel netjes doen, hè? Dan moest je voor de gaan staan. Ja, een soort knikje moest je maken. Een soort knikje maken, ja. Ja. En ik had daarbij een donkerrood mouwloos pullovertje aan. En dan zakte je door de grond als het kreng nee zei. Als ik in de hel kom, staat daar iemand klaar met dat pullovertje. Was het een groot minister-president, Maarten? Ik denk wel dat het een goede minister-president was. Maar ja, Thij zat enorm tegen. Het kabinet Den Uyl is een beetje een tragische exercitie geweest. Want zij zouden op grote schaal spectaculair gaan hervormen. Maar het hervormingstij was verlopen. Geld was er niet. In de jaren 70 takelde de economie af. Dus er is niet uitgekomen wat iedereen er in eerste instantie van had verwacht. En dat geldt denk ik ook zeker voor Joop den Uyl. Ja. Maar bijvoorbeeld de Lockheed-affaire. Dat is de zoveelste sociaaldemocraat die ingeschakeld is om dat verrekte koninklijk huis te redden van de ondergang. Want wat de Lockheed-affaire, maar wat we pas later hebben gehoord, dat was ook nog een Northrop-affaire. Die heeft hij onder de pet gehouden, zoals dat zo treffend heet in Den Haag. Had hij dat niet gedaan, dan was het denk ik onvermijdelijk geweest dat Bernhard voor de rechter was gekomen. In dat geval zei Juliana, zal ik aftreden. En Beatrix had al gemeld dat ze dan niet bereid was om op te volgen. Dus we zouden met een enorme constitutionele crisis hebben gezeten. Misschien wel goed, want dan hadden we die hele handel definitief kunnen afschaffen. Maar, nou ja, dank het Koninklijk Huis kan Joop den Uyl daarvoor danken voor deze exercitie. Heb jij een oordeel over deze paus, Maarten? Nou, zij zit er net en hij rijdt in een Renault 4. Dat vind ik nog wel lollig, maar die heeft hij cadeau gekregen, overigens. Maar het is naar mijn idee zeer de vraag of hij erin zal slagen deze criminele organisatie op het rechte spoor te brengen. Dat is een criminele organisatie, de Rooms-Katholieke Kerk. Dat is het al decennia. Ik weet niet of je die recente schandaal in Ierland een klein beetje gevolgd hebt, maar dat is volstrekt verbijsterend. Wat deze organisatie uit naam van een vergevingsgezinde en medemenselijke religie heeft gedaan in de loop der tijden is ronduit gruwelijk. En naar mijn idee is de Rooms-Katholieke Kerk in West-Europa, die is verloren. Maar ja, de kerk groeit in bepaalde derde wereldlanden. Maar ik denk dat er nog veel en veel meer nodig is dan
de sympathieke gebaartjes die Franciscus gemaakt heeft. Helder.